Gambia ligt aan de westkust van Afrika, op ongeveer 6 uur vliegen van Nederland. Gambia is het kleinste land van Afrika en is helemaal omgeven door Senegal. Van west naar oost wordt het land doorsneden door de Gambia-rivier. Door de vriendelijkheid van de mensen wordt Gambia ook wel de Smiling Coast van Afrika genoemd. Maar achter die glimlach heerst bij veel mensen een barre strijd om het bestaan. Gambia behoort bij de armste landen in de wereld. Van de ongeveer 2 miljoen inwoners is de helft jonger dan 15 jaar. En het aantal inwoners stijgt in een razendsnel tempo. Mensen leven in schamele huizen. You're living here with 7 children? Not very big. Very small. En er is vaak net genoeg eten om te overleven. Goed onderwijs voor alle kinderen is essentieel voor het doorbreken van de armoedespiraal. In 2021 is onze stichting begonnen met het helpen van de nursery en primary school in Yamwelly. Yamwelly had toen nog maar 4 leslokalen in 2 erg slechte gebouwtjes. De Alkalo van het dorp had enkele jaren eerder een mooi stuk grond van bijna 5000 vierkante meter beschikbaar gesteld voor de school. My name is Michelle Gomez. I'm the director of Hope Academic Center in Yamwelly Village here. The village is a very big village with a population of kids around maybe 40 to 50% of the village are kids. And we could not cater for all the kids because we only have 4 classrooms in the school. As we teach them, we see gradually they grow and understand the language, which is very interesting, and we help them to write. Most of them coming to the school is the first time for them to hold a pencil. In 2021 heeft onze stichting geholpen met een waterinstallatie, met boorhol en een nieuw gebouw met 4 ruime leslokalen. Maar om uit te kunnen groeien tot een volledige school met 3 nurseryklassen en 6 primaryklassen zijn nog eens 4 leslokalen nodig. Er is bij de bouw van het nieuwe schoolgebouw rekening gehouden met een verdieping met 4 extra leslokalen. April 2022 is het nieuwe schoolgebouw met een kleine ceremonie geopend. Kinderen, ouders, schoolcomité en een aantal genodigden waren daarbij aanwezig. Good morning everyone. We the peoples and staff of Hope Academics School welcome you to the opening of our new classroom block. We are very happy to have you in our school. Thank you. We are very grateful in support of our school. Area and without your help, we would not have been able to build a standard structure at this early time. We say a big, big thank you to the foundation. We love you all. We love you too. Thank you. The remember you can. Now let's start. 1, 2, 3, 4.
4, 5. So. Answer this. It's this one. Answer it. For building our classes, providing us teaching materials. Thank you very much. Okay. Op het schoolterrein is een grote moestuin aangelegd. Deze is bedoeld om de kinderen te leren hoe groenten te verbouwen. De opbrengst wordt verkocht en in de toekomst zal de opbrengst ook gebruikt worden voor de schoollunch. De school wil voor de kinderen ook een schoollunch bereiden. Voor een goede schoollunch is dan een kleine keuken erg gewenst. So if you look at it, you just have few people that are educated. Yes, our priority is to have extra classes. And to fence, to build extra toilets or new toilets, and to have a kitchen facility. Ook zijn betere sanitaire voorzieningen nodig. En er moet een goede omheining komen voor de veiligheid van de kinderen en van de school. De bestaande twee gebouwen moeten nog verder gerenoveerd worden. Dit jaar heeft een van deze schoolgebouwen al een nieuw dak gekregen. Maar de vloeren moeten nog betegeld worden en er moeten plafonds in de lokalen komen. Lift your hands up to the sky and say it loud.